Een sectie is niet enkel tussen pagina's, maar kan ook binnen een pagina zijn. Zo kan je op één pagina meerdere secties tegenkomen. Op welke manier? Door het gebruik van kolommen. Bijvoorbeeld, ik wil het hoofdstuk geschiedenis, volledig dit deel, ik selecteer het eventjes, wil ik graag in twee kolommen gaan weergeven. De eerste stap is dat ik alles selecteer van deze tekst die ik in die twee kolommen wil. Vervolgens ga ik naar het tabblad indeling en kies daar voor kolommen. Hier kan ik vervolgens kiezen hoeveel kolommen dat ik wil. Ik wil bijvoorbeeld twee. En dan zie ik dat de tekst die ik selecteerde exact op de twee kolommen staat. Indien je geen tekst selecteert op voorhand en dus gewoon ergens gaat staan met je cursor en dan twee kolommen kiest, betekent eigenlijk dat de volledige sectie in twee pagina's of in twee kolommen wordt geplaatst. Daarom heel belangrijk, selecteer de tekst voordat je de kolommen gaat aanmaken. Zodra je kolommen hebt en we zetten de verborgen tekens aan, dan zie je eigenlijk dat er een sectie-einde doorlopend is toegevoegd aan de start. En dat er ook eentje, het is hier niet volledig duidelijk, maar dat ik even op enter druk, dat er ook eentje op het einde staat. Deze sectie-eindes zijn dus doorlopende en deze gaan dus eigenlijk zorgen dat de kolommen enkel maar voor een deeltje van de tekst van een sectie worden weergegeven. Als ik een kolommen heb, kan ik daar nog enkele zaken gaan instellen. Zodra ik ga naar meer kolommen, kan ik dit openen en kan ik gaan instellen wat bijvoorbeeld de breedte is. Standaard gaat hij de breedte van de twee kolommen gelijk maken en daar een specifieke afstand tussen plaatsen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, hoe moet 1 centimeter tussen de twee kolommen zijn. Maar je kan eventueel ook kiezen voor een afwijkende kolombreedte. Wat betekent, ik wil bijvoorbeeld kolom 1 dat deze 10 centimeter is. Als er 1 centimeter tussen de twee kolommen moet zijn, dan schiet er nog 4,99 centimeter over. Deze totale afstand wordt eigenlijk bepaald door de ruimte tussen de linker en de rechtermarge. Zoals je hier kan zien, loopt het van 0 tot 16, wat betekent dat ik 16 centimeter over heb. Als ik 10 plus 1 plus afgerond 5 samentel, dan heb ik 16. Dus de som van al deze getallen moet altijd 16 zijn, of toch minstens de afstand tussen de linker- en rechtermarge. Indien gewenst kan je nog kiezen voor een lijn tussen deze twee kolommen. En zodra ik OK druk, dan wordt het ook weergegeven. Stel dat je zegt dat deze alinea die hier begint en daar verder loopt, dat je dat wil in één kolom hebben, dan is het mogelijk om een manueel kolomeinde toe te voegen. Ik zet de cursor voor de tekst die ik wil laten beginnen in de volgende kolom, ga naar eindmarkeringen en kies hier voor kolom. Merk op dat er hier nu een stukje witruimte is, maar dat heb ik zelf gecreëerd doordat ik zei dat dit in een nieuwe kolom moest starten. Dus op deze manier kan ik kolommen gaan toevoegen en gaan personaliseren.